Dag, dames en heren. Ja, onder ons gezegd en gezwegen, er is eigenlijk maar één reden geweest waarom ik deze serie gestart ben. Hans Langhout en Jacques D'Ancona's Help Direct Gala 2017. Dat wil zeggen, Jacques is er voor de bühne, het kratje. En Hans bokst mooie dingen voor elkaar voor Sri Lanka. Ik hoor van verschillende kanten van velen dat het het evenement van het noorden is op benefietgebied. En daarvoor trekt hij dan ook alle registers open. Het maakt de ambiance waar de sterren van weleer zich zo in thuis voelen. Als ik hier rondloop, ik denk er is in al die jaren toch weinig veranderd op society vlak. De meesten zijn dood. Wel, ja, dat zijn een hoop. Alleen jij nog niet. Nee, daar is het wacht op. En dat moet ook geen jaren meer duren. Is het huis op Bonaire er nog? Nee, dat hebben we moeten verkopen al. Ja, om in te teren. Ja, alles wordt minder. Ja. De stallen? De stallen is een restaurant geworden van mijn dochter. Ja, het is echt narigheid hoor. Ja, want ik dacht, ja, ik weet, je wil weer graag, maar je moet ook inmiddels weer. Ik moet. Misschien toch eens aankloppen bij beursgenoot Geert Schaai. Hoe staan de beurzen ervoor eigenlijk? Het gaat heel goed, eigenlijk te goed. Zo goed dat ik er een beetje bang voor word. Waar we eigenlijk maar één ding van willen weten. Een mop van de dag. Oh mijn god, daar overval je me wel wat mee. Ik ken niet een net op dit moment, nee. De exotische hapjes smaken naar meer. Een kwartel eentje, rund en kabeljauw. Dus we laten ons maar al te graag placeren voor een ware dinnershow onder leiding van vakvrouw Irene Moors. Behalve Bert... Nee, ik ben heel slecht in even een scènetje doen. Nee, dus we doen het niet. Deden een hoop andere theaterveteranen wel gewoon leuk even een scènetje. Zo moeilijk is het allemaal niet. En ik hou toch zo van Groningen. Met het oog op de veiling wordt er goed doorgeschonken. Want een goede borrel, daar wordt de ondernemer toch een stuk vrijgeviger van. Zegt de non tegen de dokter, waar moet ik mijn kleding neerleggen? Zegt de dokter, nou leg ze maar bovenop die van mij. Hij kan toch gewoon niet, hè? Maar Hans, waar doen we het eigenlijk allemaal voor vanavond? Oh. Je komt met shot in lang. Heel belangrijke mededeling. De ambassadeur van Sri Lanka wil je spreken. Oh, hij wil weg zeker? Nou, dat zeg ik niet. Ik hou het heel chic. Oké. Okay. Pièce de résistance vanavond is van The Talk of the Town. Ja, dat couturestuk van Ronald Kolk heb ik op het oog. Eén item van Ronald Kolk en wil ik graag opbieden. Maar dat is voor de grote meester zelf geen verrassing. Ja, en dat ze het over mij hebben, dat is niet alleen hier. Dat is ook in Azië en in de wereld. Ja. Als ook ik, zei de gek, mij wat moed ingedronken heb, besluit ik de prijzen wat op te voeren. 1900, niet meer dan 1900, eenmaal. Allemaal verkocht 1900 euro en applaus. Dankjewel. Hoogste tijd om met stille trom te vertrekken. Marjolein Rover, Stand van Stad, Martini Plaza, Groningen.